9 juni, de verkiezingsuitslag was prima, was bijzonder goed. Onze partij heeft in 3 provincies het resultaat gehaald om de grootste partij te worden. We zijn in meer dan de helft van de gemeenten in Vlaanderen de grootste partij geworden. We zijn voor de Europese verkiezingen de grootste partij geworden met meer dan 1 miljoen stemmen. En ik mag vandaag de lijsttrekker bekendmaken waarmee jullie afdeling Zoersel naar de verkiezingen gaat trekken. De hardwerkende Wouter Bollancé. Ik ben ervan overtuigd dat wij een zeer goede kandidatenlijst gaan neerleggen op 3 september. Kloppen we die definitief af. En we hebben ten opzichte van het verleden enorm ingezet op vernieuwing. In alle leeftijdscategorieën krijgen we mensen uit het verenigingsleven, mensen die bekend zijn vanuit hun professionele achtergrond en dergelijke. Een jaar voor de verkiezing, oktober 2023, hebben wij als enigste tot nu toe ons programma al voorgesteld. Onder de slogan Maak van Zoersel geen stad. Een bundel van 116 pagina's. Nog geen enkele andere partij in Zoersel heeft op dit moment een programma voorgesteld. Wij tonen dus wederom de weg en ik ben ervan overtuigd dat de verstedelijking met alle problemen van mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid het thema zal worden. Maak die boodschap dus ook aan iedereen duidelijk. Waarom zou je niet op Vlaams Belang stemmen in Zoersel? Ah, hebt u dan wel graag appartementsblokken van weet ik hoe hoog binnenkort? Hebt u dan wel graag overal al die files? Hebt u dan wel graag dat we overal zo dicht bijeen moeten gaan wonen dat we binnenkort zelf voor de boeren geen plaats meer vrij hebben? De centrale boodschap dat iedereen moet uitdragen is: maak van Zoersel geen stad. Ik sta hier dus met ambitie om enerzijds de verstedelijking in Zoersel te stoppen. En anderzijds, ja, dat cordon op 13 oktober te breken. Ik sta hier dus als lijsttrekker en ik sta hier ook als kandidaat burgemeester voor 13 oktober. En ik dank jullie enorm dat jullie bij mij zijn.